Ja, kijk, een autist, dat is iemand die richt zich op één punt. Hè. En die kan in sommige dingen heel goed zijn en in andere dingen weer niet. Ja, hoe moet ik zeggen, een beetje vreemd. Als ze vreemd overkomen ook, hè. Met gebaren en zo. Maar sommigen merken niet veel aan. Dan kan ik eigenlijk niet vertellen wat er bij het over gaat. Dat zijn mensen die een beetje spastisch zijn of zo. Spastisch, een beetje, ik wil niet zeggen, een beetje Down-syndroomachtig, alleen je ziet het niet aan hen. Nou ja, het zal wel iets zijn met mensen waar die zich niet goed erop, kunnen bewegen. Toch? Of niet? Mensen die moeilijk contact maken, moeilijk aankijken. Dus mensen leven in een andere wereld, in de eigen wereld, denk ik. Heel erg op details, maar wel met deze kleppen. En daar moeilijk over kunnen communiceren, als het ware. Ik denk dat de mensen routines nodig hebben. Dus dat je daar niet van moet afwijken. Ja, het is... stoornis is een beetje moeilijk om dat te vertellen. Maar het is wel een stoornis natuurlijk. Je moet er heel veel tijd in steken in dat soort figuren. Ja? En dan komt het allemaal goed. Want autisme wil niet zeggen dat je dom bent of dat je stom bent. Nee, je doet het alleen iets langer, dat doe je erover. Dan maakt het uit.